Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Zoals jullie horen spreek ik nu in het Nederlands in plaats van in het Engels. En ik dacht ik leg even aan het begin uit waarom ik die keuze heb gemaakt. De vorige vier video's, eigenlijk de vorige maand, heb ik het vooral in het Engels gedaan. En ik merkte gewoon heel erg dat ik heel erg bezig was met het knippen en plakken van de tekst. Omdat het gewoon niet mijn natuurlijke taal is. En ik daardoor eigenlijk alle leuke en lollige stukjes eruit moest knippen. En ik heel erg bezig was met het knippen, waardoor ik ook niet echt leuk kon editen. Omdat het gewoon heel veel tijd kostte om de zinnen juist aan elkaar vast te plakken. En ik kijk zelf heel veel Nederlandse YouTubers en ik vind dat zelf gewoon veel natuurlijker overkomen, veel spontaner. Dus ik dacht, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik heb in eerste instantie gekozen om in het Engels te doen, omdat ik toch een beetje gênant voel als mensen het zien, die ik ken. Omdat ik ben geen top YouTuber, om het zo maar te zeggen. Ik ben natuurlijk pas net begonnen en ik ben nog heel erg aan het ontdekken van wat ik wil laten zien en wie ik ben. En ik ben gewoon heel erg bang dat mensen het stom gaan vinden die ik ken of dat ze het belachelijk gaan maken. Dat soort dingen. En ik dacht, in het Engels komt het misschien wat minder snel in hun algoritme terecht dan als ik het in het Nederlands doe. Maar ja, ik merk gewoon dat ik me in het Nederlands een stukje comfortabeler voel, omdat dat gewoon mijn eigen taal is. En ik gewoon wat meer mezelf wil laten zien, omdat ik mijn vorige video's eigenlijk een beetje saai vond. En ja, mijn persoonlijkheid kwam gewoon niet echt naar voren en dat vond ik heel erg jammer. Dus vandaar dat ik het nu in het Nederlands doe. Zoals jullie zien is mijn haar nog nat. Ik heb me pas net klaargemaakt, want het is vandaag Koningsdag. Maar we gaan niet echt wat leuks doen. Mijn vriend Thomas die gaat vandaag een tatoeage zetten en ik ga mee. Maar eigenlijk ga ik gewoon de stad in mijn eentje. Ik denk dat ik even ergens ga lunchen, even een wijntje ga doen. En misschien nog een rommelmarktje gaan bezoeken. Ik ben zelf niet heel erg bekend in Utrecht, want dat is waar we naartoe gaan. Ik kom zelf uit Zaandam. Dus Amsterdam is wel bekend, maar Utrecht ken ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb geen idee waar ik ga belanden. En het wordt best wel gek om dat in mijn eentje te doen, want dat doe ik normaal eigenlijk nooit. Dus ik ben benieuwd of ik mezelf wel een beetje kan vermaken. We weten niet precies hoe lang hij bezig gaat zijn. Dus ik weet ook niet hoe lang ik alleen ga zijn. Maar ik heb er eigenlijk ook wel weer zin in. Ik vind het wel spannend, maar ik heb er wel zin in om even lekker te gaan lunchen en even wat tijd voor mezelf te hebben. Nou, zijn we dan? Ben je er klaar voor? Ik dacht, we doen even leuk een shotje van je arm, hoe het er nu uitziet. Dan kan ik straks een after doen. Kijk, het is helemaal zo hier. En de rest is helemaal kaal. Maar ja, het idee is natuurlijk dat dat straks helemaal, nou ja, helemaal vol. Dat dat meer vol, ja. Laten we zeggen. Heb je er wel zin in? Ja, maar ik vind het wel heel spannend. Ja, maar het is altijd spannend. Ik heb de hele dag rondgelopen in Utrecht. Ik heb echt iets van 15.000 stappen gezet, dus ik ben helemaal kapot. Maar de tatoeage van Thomas staat erop en volgens mij is hij super enthousiast. Zeker. Helemaal happy en het is nu echt 5:30, dus we zijn de hele dag op pad geweest. Dus lekker weer terug naar huis.
Ik ben naar de Starbucks geweest en ik heb een aantal dingetjes gekocht, maar dat laat ik nog wel zien. Verder heb ik in mijn eentje in een restaurant pizza gegeten en wijn gedronken. Dat was ook een hele ervaring, moet ik zeggen. Maar ja, nu lekker naar huis. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Het is een beetje een gekke weekvlog, maar ik merk dat ik het op de dagen dat ik werk eigenlijk niet zo leuk vind om te filmen. Dus ik film nu alleen de dagen waarop ik daadwerkelijk iets leuks doe. Dus dat was woensdag en nu is het dus weer zaterdag. Dus het is niet echt een weekvlog. Maar goed, we gaan vandaag naar een dierenpark waar ik heel veel zin in heb. Het wordt echt super leuk. Ze hebben daar een hele gave opvang voor leeuwen, waarbij ze dieren die dus verzwakt zijn opvangen en weer helemaal... opknappen eigenlijk en dan weer teruglaten in de natuur. Wat ik echt super goed vind. Ik ben normaal niet echt van het dierenpark, omdat ik het dus altijd heel erg zielig vind om naar dieren te kijken die in een heel klein hok vastzitten voor de rest van hun leven. Ik weet niet, ik krijg daar gewoon een ontzettend naar gevoel bij. Maar bij dit park is het dus totaal anders, omdat ze die dieren ook echt weer vrij laten in de natuur. En het echt een soort van tijdelijke plek is waar ze gewoon weer helemaal opknappen en echt goed voor die dieren zorgen. Dus ja, dat vind ik dan altijd wel de moeite waard om mijn geld in te stoppen. En dan is het gewoon heel erg leuk om die dieren te zien op een positieve, goede manier, vind ik. Maar ik zou nog heel even laten zien wat ik woensdag heb gekocht. Als eerste was ik in een soort van vaag Japans winkeltje beland. Echt een super schattig winkeltje. Ze hadden één wand met alleen maar knuffels. Echt super schattig, maar ik heb echt heel veel knuffels al. Dus daar kon ik echt niet nog meer van kopen. Maar wat ik wel nog kon kopen waren hele schattige drinkbekers. En voor mezelf heb ik toen een drinkbeker van Disney gekocht. Ik ben ontzettend fan van Disney, uiteraard. Ik vind dat gewoon super leuk. En hij heeft hele schattige oortjes. En wat ik heel erg positief vind aan zulke drinkbekers is altijd dat ik gewoon veel meer water drink dan als ik uit een gewoon glas drink. Dus ik ben daar heel erg fan van en ik drink heel graag uit een rietje. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat gewoon heel lekker drinken. Dus ja, super schattig. Er zitten allemaal glitters. En er zit ook dus Mickey Mouse erop. Maar waar ik vooral heel veel lol van had, is dat Thomas natuurlijk een tatoeage heeft gezet met allemaal planeten en zo. En naast die Disney beker stond deze beker. En nu drinkt Thomas normaal nooit uit dit soort bekers. Hij drinkt altijd uit gewone bekers. Maar ik vond het zo schattig. Ik dacht, dit past gewoon perfect bij zijn tatoeage. En niet dat hij een aandenken nodig heeft, want een tatoeage is een aandenken voor altijd natuurlijk. Maar ja, ik vond hem zo schattig. Ik dacht, ik kon hem niet laten staan. Er staat ook zo'n heel klein mannetje op. Echt super schattig. Ik kon het gewoon niet laten, dus ik heb het voor hem gekocht. Het derde ding wat ik heb gekocht ben ik heel erg blij mee. Ik dacht ik ga mezelf gewoon een keertje verwennen. En dat is dat ik een ring heb gekocht. Normaal doe ik dit soort dingen nooit. Ik wilde wel al heel lang een ring kopen voor mezelf. Ik draag altijd hele gouden sieraden. Dit vooral omdat het gewoon veel meer complimenteert met mijn huid. Zilver, dat maakt mijn huid heel erg bleek. En omdat ik een beetje een tintje in mijn huid heb, staat het gewoon heel mooi dat goud. En nu heb ik dus een hele mooie ring gekocht. Ja, zoals ik al zei, ik wilde mezelf gewoon een keer verwennen. En ik dacht waarom ook niet. Dus ik ben er heel erg blij mee uiteraard. Maar we gaan nu lekker op pad. Het is nu 12 uur. Dit is ongeveer een uurtje rijden. En dan gaan we lekker naar het dierenpark. Ik weet niet in hoeverre ik ook echt in de camera iets ga zeggen daar. Want ik merkte op Koningsdag ook dat ik me daar heel ongemakkelijk bij voelde. Als er mensen omheen waren om dan in de camera te praten. Omdat ik dat gewoon nog allemaal niet gewend ben. Maar ik ga sowieso wat sfeershots maken. En wie weet dat ik op een plek me veilig voel. En dat ik toch nog wat in de camera zeg. Maar ja, dan moet ik even kijken. Hangt er ook vanaf hoe druk het is, denk ik. Dus ja, we gaan lekker op pad. Jouw dag tot nu toe? Goed. Wat zijn we allemaal aan het doen? Patatjes gegeten. Allemaal patatjes. En hoe bevalt het dierenpark? Ik vind dierentuinen echt, vind ik altijd een beetje naar, omdat ik dat een beetje zielig vind. Het is natuurlijk een soort van landgoed waar ze gewoon dieren opknappen en redden. Dat is ook best wel zielig. Ja. En hier is het de bedoeling dat de meeste dieren tenminste weer uitgezet worden in de vrije natuur. Behalve de dieren die opgegroeid zijn in gevangenis. Zoals die beren. Ja. Die wel heel schattig waren. Een berenfamilie. Ja, zo is dat. Is het wel niet een liedje van? Ik ken alleen beren die broodjes smeren, maar... Nee, je hebt toch voor het verhaaltje van dat meisje wat in het bedje ging liggen van de grote beer en van de kinderberen of zo. Dat verhaaltje van hier pas ik niet in en dat ze dan thuis kwamen en ligt hier in mijn bedje.
Geen idee. Ken je dat niet? Nee. Oh, ik ga dat echt opzoeken. En als ik het kan vinden, ga ik het in de video plakken. Voor de rest nog iets nuttigs te vertellen over vandaag? Nee, alleen dat ik het heel ongemakkelijk vind om in een camera te praten. Terwijl er allemaal mensen om ons heen lopen. Ja, maar dat moet je ook leren. Ja, nou ja, ik ben gewoon onzeker. Ja, maar ik zit bij je. Ja. Ik film je. Ik weet ook niet of dit er wel in komt, of het wel content is. Weet ik ook niet. Maar we kunnen het op zijn minst proberen. En dan heb je in ieder geval 3 minuten al op een plek, op een openbare plek, en allemaal mensen lopen, in een camera gepraat. En oefening baart kunst.